Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. Er ligt een laag drukgebied in onze omgeving. We zien dat aan dikke bewolking en uit die bewolking valt ook gestaag regen. Forse hoeveelheden vooral in de zuidelijke helft van het land, maar in de ochtend begint dat langzaam naar het oosten te trekken. Er kan plaatselijk meer dan 30 mm regen vallen, op sommige plekken zelfs bijna 50. In de middag wordt het van het westen uit droog en begint het langzaamaan ook op te klaren. Dan lopen de temperaturen nog op naar 17 of 18 graden, misschien 19 in Zeeland. Maar er staat langs de kust in het westen wel een stevige wind. Die neemt vanavond af, dan wordt het geleidelijk op de meeste plaatsen droog en krijgen we opklaringen. Een heldere avond en nacht, misschien met mistbanken in de nacht, maar die lossen morgenochtend wel weer op. Morgen blijft het op de meeste plaatsen droog. De zon schijnt van tijd tot tijd en het wordt 18 tot 21 graden. De wind neemt af, waait uit het westen tot noordwesten en is matig kracht 3. Dan hebben we vrijdag weer te maken met een aantal buien. Die trekken van west naar oosten over het land. Zaterdag en zondag is het op veel plaatsen weer droog. Noordoosten blijft gevoelig voor wat regen of een bui. Temperaturen lopen in het loop van het weekend op naar 24 graden op zondag. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.